Zo'n 200 boeren met een aantal trekkers stonden vandaag voor het provinciehuis in Zuid-Holland. Ze eisten dat de provincie de regionale stikstofregels intrekt. Daar is het klaar mee. Helemaal klaar. En anders gaan we hier volgende week weer. En volgende week weer. En net zolang tot we onze zin hebben. Het boerenprotest vond plaats in 8 provincies. In Friesland, Drenthe en Overijssel hadden de boeren succes. Daar werden de stikstofregels ingetrokken. In Den Haag gingen gedeputeerden en de commissaris van de Koning, Jaap Smit, met de boeren in gesprek. Maar er werden geen toezeggingen gedaan om de stikstofregels in te trekken. En dat leidde tot teleurgestelde reacties. Nu zijn er geen toezeggingen gedaan. Dat was in Friesland wel het geval. Wat vind je daarvan? Slap. Ja, dat vind ik een slappe manier van beleid maken. Dat je niet luistert, en dat was 1 oktober ook al zo, hoeveel mensen het met ons eens waren, misschien wel 90% van Nederland. En dat je dan nog niet snapt wat je moet doen in Den Haag. Woensdag staat er weer een protest in Den Haag gepland. Dan hebben de boeren aangekondigd om het Binnenhof te willen bezetten.